Voor het kalibreren van een pH-meter heb je de volgende materialen nodig. Een pH-meter, een pH-elektrode, pH-buffers van pH 4 en 7, een bekerglas met demiwater, een demiwaterspuitfles, een afvalbeker, duidelijk gecodeerd met afval, papier. Om een pH-meter te kunnen gebruiken, moet de netstroomkabel en de gewenste elektrode worden aangesloten op het apparaat. De pH-elektrode wordt tijdens gebruik zoveel mogelijk in de vloeistof gehouden. Daarvoor hangen we de elektrode in de klem en zorgen dat het onderste deel van de elektrode ver genoeg in het bekerglas met demiwater hangt. Om het apparaat aan te zetten, kan er gedrukt worden op de on-off toets. Het apparaat zal vragen om de dag en tijd. Dit is onbelangrijk voor het meten van de pH en we drukken daarom 5 keer op OK. Met de toets mode kan het apparaat ingesteld worden op millivolt of pH-meting. Aangezien we met een pH-meter een meting gaan uitvoeren, kiezen we voor pH. Controleer de temperatuur van de oplossingen en stel dit in op de pH-meter. Om te starten met de kalibratie druk je op het knopje Call en op OK. Het apparaat vraagt vervolgens of de elektrode in de eerste kalibratievloeistof staat. We pakken hiervoor de buffer met pH 7. Bekijk de vloeistof van tevoren goed. Drijf er stukjes in of is de kleur raar? Gooi dan de buffer weg en pak een nieuwe. Dep je elektrode droog met een doekje voordat je deze in de buffervloeistof plaatst. Wrijf niet met het doekje. Dit kan statische lading creëren die je meting beïnvloedt. Wanneer de elektrode in de vloeistof zit, druk je op OK. Het apparaat is nu aan het kalibreren. Houd de elektrode net zo lang in de vloeistof totdat je apparaat vraagt om een nieuwe buffer. Zolang het woordje auto knippert, is je apparaat nog bezig. Wanneer buff 2 verschijnt in beeld, vraagt je apparaat om de tweede kalibratiebuffer. Dit is de vloeistof met pH 4. Bekijk de buffervloeistof wederom goed van tevoren. Is de kleur raar of drijven er stukjes in, gooi dan de vloeistof weg en pak een andere. Haal je elektrode uit de pH 7 en spoel deze met demiwater af in je afvalbeker. Maak je elektrode droog en plaats deze in de pH 4 buffer. Druk vervolgens op het knopje OK. Zie het woordje autoknipperen zolang je apparaat bezig is. Wanneer deze klaar is met kalibreren, verschijnt er buff 3 in beeld. Spoel je elektrode af in je afvalvat en plaats deze in het bekerglas. We meten geen derde vloeistof en om dit aan het apparaat duidelijk te maken, drukken we op het knopje mode wanneer deze vraagt om buff 3. Vervolgens verschijnt ASI in beeld, wat een nulpunt van de kalibratielijn weergeeft. Noteer dit in je labjournaal. We drukken op OK. Er verschijnt SLO in beeld, wat de helling van de kalibratielijn weergeeft. Ook dit noteer je in je labjournaal en druk vervolgens op OK. Je apparaat is nu gekalibreerd. Om te kijken of je kalibratie goed gelukt is, kan je controleren of je pH-meter pH 7 meet in de buffer van pH 7. Om dit te doen, drogen we de elektrode en plaatsen deze in buffer pH 7. Wacht tot het woordje auto stopt met knipperen. Wanneer het woordje auto is gestopt met knipperen, is de meting stabiel. De meting is stabiel als de meting maximaal 0,05 pH-eenheid afwijkt van pH 7. Nu ben je klaar om te beginnen met meten. Vergeet niet voordat je je elektrode in een vloeistof stopt, deze eerst af te spoelen en te drogen. Daarnaast gaan elektrodes makkelijk kapot. Let dus op bij het gebruik van een roerboon. Deze kan je elektrode kapot slaan. Gebruik ook nooit je elektrode als roerstaaf. Wanneer je klaar bent met meten moet het apparaat uitgezet worden door op de on-off knop te drukken en daarna de stekker eruit te trekken. De pH-elektrodes worden altijd bewaard in een 3 molair kaliumchloride oplossing.